maar dan helemaal anders. Deze video gaat over de 24 uur van, laten we zeggen, Janneman. Jan wilde heel graag meedoen met de uitdaging vorig jaar. Maar door privéomstandigheden is dat wat verlaat. En hij heeft diabetes, dus hij heeft ook nog een probleem met de voorwaarden die ik destijds gesteld heb. Hij kan niet 24 uur zonder eten, dat is in zijn conditie gewoon een heel slecht plan. Ik heb daarom met Jan afgesproken dat hij gewoon kan eten en dat hij zijn ding kan doen. Jan heeft besloten om geen video's te maken van zijn avontuur. Maar hij heeft in plaats daarvan foto's genomen. En die foto's die ga ik zo meteen achter elkaar zetten en dan vertel ik zijn verhaal erbij. Hij heeft zelf heel veel plezier gehad in het doen van die 24 uur. Hoe het afgelopen is, dat zie je zo meteen in de video. En ik wil jullie dan ook vragen om de video uit te kijken. Hij duurt niet zo heel erg lang. Maar het is wel mooi als jullie door het kijken van de video en eventueel jullie commentaren onder de video Jan een hart onder de riem willen steken. Dat het ook voor hem gewoon mogelijk is om een uitdaging als deze aan te gaan. Ik ga editen. En dan zien jullie zo meteen het resultaat. Hoi, ik ben Jan. Ik heb onlangs de stoute schoenen aangetrokken en heb Bert zijn 24/7/3 uitdaging aangegaan. Omdat ik leid aan diabetes, heb ik eerst even goed ontbeten en een lekker bakje pruttelkoffie gedronken. Om ongeveer 8:45 ben ik met mijn beide honden, hadden die gelijk ook een mooi uitje, vanuit huis vertrokken. We hebben een heerlijk stuk door het bos gewandeld bij een aangename temperatuur van ongeveer 17 graden. Rond 12:30 ben ik bij mijn eerste bestemming aangekomen. Daar heb ik mijn NVA-tarp opgezet. NVA staat voor Nationale Volksarmee. Dus het oude DDR-leger. Mijn vrouw had een lunch gemaakt en in mijn tas gedaan, dus die heb ik even heerlijk op zitten peuzelen. De honden, Bobby en Naila, maken van de gelegenheid gebruik en nemen het er even van. Lekker rollen en luieren in het gras. Ik maak ondertussen even gebruik van de gelegenheid om jullie te laten zien wat ik heb meegenomen voor deze trip. Zoals gezegd, de NVA-tarp. Die is ongeveer 1,80 meter bij 1,80 meter en volgens mij net niet te klein om mijn spullen droog in onder te brengen. Een hangmat, 2 liter water, een brandertje, mijn slaapzak, mijn silkiezaag en een mes. Bert heeft al verteld dat ik een diabetespatiënt ben en ik maak als gevolg daarvan gebruik van een insulinepomp. En ook heb ik de spullen bij me om mijn suiker te kunnen meten. Nou, de beestjes zijn wel weer uitgerust. Ik ga maar weer eens aan de wandel. Rond 4:00 ben ik bij mijn tweede plek aangekomen. En daar heb ik de tarp weer opgezet. Ook heb ik daar even een lekker bakje koffie gedronken. Voor het avondeten had ik noedels en worst bij me. En dat heeft uitstekend gesmaakt, kan ik jullie verzekeren. Na het eten heb ik in het bos nog even gezocht naar wat vetwoed. En zoals je ziet, heb ik een mooi stukje gevonden. Daarna ben ik onder mijn tarp in mijn slaapzak gekropen en ben ik gaan slapen. Rond 12:30 begon het te regenen en daar ben ik een aantal keren wakker van geworden. De tarp was niet in staat om mij en mijn slaapzak droog te houden. Rond 4:30 was alles doorweekt en ben ik maar naar huis gegaan. Thuisgekomen heb ik eerst een lekkere warme douche gepakt en ben ik om ongeveer 6:45 in mijn bed gedoken. De uitdaging heb ik niet gehaald. Maar ik vond het wel ontzettend leuk om te doen. En als jullie tot hier hebben gekeken, een ontzettend dikke dank jullie wel. Hoi!